Jeppere. Alloy. Goe, goe. Ja, maar mij ook. Tenminste, als morgen mijn onderdelen allemaal binnen zijn, dan begint het gestres. Ik hoop dat ze in ieder geval morgen op tijd komen. Ik moet toch al om 8 uur 's ochtends beginnen. Right. Ik hoop dat eigenlijk om 8 uur meteen de spullen aan de deur staan, maar dat zal wel tegenvallen. Had jij niet al een 2070 of zo erin zitten? Of was altijd? Dat? 2060 maar. Nou ja, ik weet dat AMD in het najaar met zijn nieuwe lijn komt. Dus ik verwacht dat Nvidia dan ook met een nieuwe lijn komt. Nou, hier is die weer. Ja. 2060 zal ongeveer tussen die van Alt en die van mij in zitten. Of die van mij is net iets beter. Dat durf ik even niet te zeggen wat die 580 OC is voor mij. Oh, goed dat ik hier gebruikt heb. Oh. Oh ja, dat is mijn telefoon. Goedkeuren. To speech. Ah, klinkt goed. Option change to subtitles. Adjust text to speech. Laat maar. En dan meer red. Red wheel type. Press and select. Hold on, nee, dat is. Zo, dan is het hier wel voor jullie zichtbaar. It was a time of great adventure. And danger. Shunned by his kin, an illager wanders the land, seeking a new home. But all he found was hatred. Driven by rage against those who wronged him, he wandered blind to whatever end. Until at long last, the Illager found something that would change him forever. The Orb of Dominance. Corrupted by evil, driven by vengeance, the Arch-Illager made all bow before him. And if they did not bow, they would fall. The Illagers raided the land. Who would have the valor, the purity of heart to stand against the Arch-Illager's reign of terror? Well, not that one. But maybe you. Okay, interesting intro. CD, CD, CD. Oh,
Ja, weer. Hey, Steve zit er ook in. Settings. Ah, kijk. Het skill, dat geloof ik nog wel even. Audio. Heel veel volume mag wel wat minder. Ik zat dat was. Shit. Ik denk altijd goed. Oh, dat is weer, wederom die hut skill. Maar ik kan hier niks instellen over. Anders goed. Jop. Connect to om nog controllers te spelen, local multiplayer. Dus nou gewoon één controller doen. Ah. Ja, als het goed is kun je er dadelijk bij springen, Mark. The village is burning. No doubt this is the work of the evil Arch Illager and his minions. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers have need of you. Okay. Oh, wat moet ik het met de muis doen? Soms is effectief. Close combat, daar is die pilgrim. Moet ik het niet van maken? Ah. Shoot the skeleton. Arrows are limited, so use them wisely. Oh, that's kind of my shoot. Zelfs helemaal precies in mijn oog geraakt. Applaus. Van de onder regeneration van rood. Actie is dodge. En cooldown op. Oké. Nou, wat een ambush. Enchantment point. Every level gives you an enchantment point, which are used to upgrade items. Open inventory and try it out. Select an item on your gear you want to enchant. Waar natuurlijk. And select fighting of leeching. Oh, ik kan het eerst zien. Dat geeft meer damage. Leeching eigenlijk.
nooit weg. You've just picked up an artifact. The artifact is equipped, you can use it whenever you want. Okay. Oof. Echt swiftness. Je kunt over de caps heen rollen. Straks wel wat te verkennen hebben. Die hebben we ook zo'n pad moeten volgen. Toch? You're too late to rescue the villagers, but don't fret. They're still out there somewhere waiting for a hero to find them. Set up camp. Ah. Oké, okay, nou zal. Projectiles hit 60%. Box. Een fishing rod. Eerst verslaan en dan kun je een goede kijk boven zetten. Mission select. Nou ja, we kunnen maar één missie, dus heel moeilijk. Decree. All free folk are now enemies of the Illager Empire. Somewhere in these woods, a caravan is transporting villager prisoners to labor in far-off lands. Find the caravan and stop the Illagers, or there's no telling what dreadful doom will befall our villager friends. Lagen die er voor jou ook, of is het gewoon een world drop voor iedereen? Oh, beste. Ja, dat ding daar dadelijk rechts opent.
Ik heb geen idee. Ik denk het wel, want je kunt gewoon solo spelen of multiplayer, dus lijkt me wel. Ik kan toch niet echt zeggen dat het super moeilijk is. Story mode. Weet ik eigenlijk niet. Wel. Twee tientjes, zo te zien. Maar hij zit ook in de Game Pass. Ik heb er nu een stuk allemaal gevonden, Mark. Die helpt plus 10 arrows. Wil jij range zijn of melee zijn trouwens, Mark?
allemaal wat. Ze exit. Oh, hij is het alweer weg. Element dood. Echt niet. Stasja. Hoi. Clasp of the Illagers, all thanks to you. Tasty bone. Mm-hmm.
voor. Niet droppen? Dat is flauw. Oké, hier een meisje. Shift, oké. De mouse button is directional. En nu is F, ja, dat is gewoon dit. Wij kunnen niet weer. Dat is flauw. Dan doen we die maar zelf in. Oh. Hier hebben we behoorlijk wat keus. Als we dan... We hebben 4 missies. Naar mijn sound settings. Donk is wel heel hard. Oh, er is een difficulty in. Huh? Recommended 4. We hebben maar 2. Nou, we gaan het gewoon proberen. Obvious one op difficulty 2. In plaats van 1. Hoeveel verschil dat dat maakt. A coven of wicked witches live at the heart of the sinister swamp. They conjure up all manner of brews to empower the arch-illager and his ever-growing army. If you don't find and defeat those witches, the illagers will be unstoppable. But tread carefully. The swamp is home to many horrors. Oké, dat is ook niet echt logisch dat je ze niet krijgt, toch? We zijn laat slecht. En scatter crossbow. Oh. Meteen iets interessanter deze difficult.
Boom. Oh, slimes. Nog wel kleine slimes. Auw. Dekkers, ja? Oeh, er is zelfs een hoogwok hier. Shadowfall? Basje die best ook gaan. Oh, moet het weg zijn? Mag die aan links hebben nog iets? Dat zie je op een map. Ja.
Nou, dan voor maar een range met mijn pet. Daar wat. Mag ik ze roep zo te zien? Thank you.
Minuten. Ik heb al een wand en ik heb al een kleef. Pak maar. Ik heb al een fishing pole en een kleef. Personal. Wizard op het moment. Ambush. Sneltimers doen dan kennen we onszelf.
bazen zijn best heftig in deze game. Dit maakt het wel leuker dan wat we er straks hadden, eerlijk gezegd. Het was wel heel easy. Nu moeten we nog een beetje op zijn potje letten. Nu waren we ook wel 500 hier trouwens. Maar dan moeten we in ieder geval zorgen dat het difficulty level iets hoger ligt als wij... Power of Souls. Oh. Okay. Het is ook niet eens erg, heb ik gevonden om healer te spelen, eerlijk gezegd. Heel mild. Oeh. Ik denk dat ik de melee dude word. Op de rol of gaan we iedere 30ste pijl die ik in mijn pants krijg, krijgen we pijlen? Even de rol. Ik heb in ieder geval een persoonlijke heal gekregen. Speciaal. Dit is een uniek. En level 7. Nou, dat kan niet wel meer, jongens. Weg. Weg op mijn dag niet. Level 9, dus de upgrade van deze. Is er wel een nummer 1. Oh, er komt plagen van. Een nieuwe. Ja.
Level 6, high fire rate. 6 damage. 14 keer 3. Maar dan hou ik het zo even. Half uur. Oh, wacht. Weer handig. Oeh, hallo. 10 keer 3. Ah. Alleen geen ricochet op. Met fire. Oeh, piercing effect. Oh, dat is ook niet heel erg. Ook niet heel veel arrows om uit. Oh, 80 terug. Van een nieuwe kist. Bijna dan. Even zo. Dankheid. Oké, jumpen. When activate you gain 20% movement speed. You take damage, you deal damage back. Dat vind ik goed. Melee. Ik mag niet klagen. Ik heb een nieuwe ammo gekregen, een nieuwe boog gekregen. Reserve armor. Of mocht ik straks de magic spullen vinden, heb ik in ieder geval iets. Maar laat me weten als je klaar bent. Kunnen we gewoon een thumbs up doen. Even kijken, swamps hebben we nou gedaan. Dan denk ik. Pumpkin pasta. Even kijken, wij zijn team power 6. Dan gaan we difficulty 3 doen. Missie iets hoger difficulty is dan spijs uit. Have roasted this once lush land to ruin. Only one village remains unspoiled in this corner of the world. Make haste, hero. You must warn the villagers there of the battle to come. You are their only hope. Thank you.
geld daar. Ik ben blij dat ik als melee het hogere level ben. Kan ik meer? Ik wil bier! Hit you. Heb ze het echt gekend, vriend? Niet eens bier drinken. Ook goed. Alcohol. Een groep match. Maar op.